Meer dan dat, we zijn celebrities, we zijn bekendheden, nieuwe koningen, afstammelingen, serieus, wat? Yo Nintendo fans, yo Rikachu Army, wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis, dus kan je gewoon even doen. Niet vergeten, gewoon doen, want we zijn bijna bij de 25.000 abonnees. En deze Pokémon serie is bijna klaar, dus mijn vraag van de dag is, wat moet ik gaan doen op YouTube? Wat willen jullie van mij zien? Wat willen jullie zien op dit kanaal? Laat het weten in de reacties en dan ga ik snel even verder naar de Slumbering World, want ik denk dat we richting Zacian moeten gaan. Ik denk dat we een legendarische Pokémon moeten gaan vangen. Oh shit, legendarische Pokémon Squawfet. Ah, dit is zo'n legend. Ik zal je niet kapot maken, Squawfet. Met je level 3, ik zal het je niet aandoen. Ik ga gewoon wegrennen. Die Blipbug die daar zit vind ik trouwens wel echt heel vet. Blipbug is een van mijn favoriete worm-Pokémonen. Ik zeg het verkeerd, maar ik zeg het toch. Sommige mensen zeggen Pokémons. Daar kan ik ook niet tegen, jongen, als mensen Pokémons zeggen. Het meervoud van Pokémon is gewoon Pokémon. Maar ik vind het wel lach gewoon Pokémon te zeggen. Daar hebben we Galarian Weezing weer. Maar die gaan wel lekker keihard voorbij. Want. Oh, wow, 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 wow. Corviknight is een huge ass Pokémon. Mag ik er langs? Weezing, mag. Ik wil er gewoon even langs. Deze battle was niet nodig, man. Je had niet kapot hoeven gaan. Als je me gewoon. Nee. Ga je me nou ook nog vergiftigen? Zomaar ga je even mij vergiftigen. Dit is echt zo onnodig. Laat me er gewoon langs, freaking Weezing. Met je lelijke snor. Potverdorie, man. Oh, en ga je nog een keer toxic gebruiken? Ja, lekker handig, vriend. Als ik al gepoisoned ben. Sjonge, jongen. Oké, baba Weezing. Dankjewel voor je XP'tjes. Dankjewel dat toxic. Is het die een leveltje omhoog is. Ja, dan moet ik alleen weer een antidote gaan gebruiken. Heb ik die nog? Oh, nog maar 2. Ik moet binnenkort even shoppen, jongens. Even shoppen, want ik heb een nieuwe antidote nodig. Voor mij moest ik hier naartoe. Ja, bruggetje over. En dan komen we zo langzaam aan. Hand aan. Praten is soms echt moeilijk. Laat ik even afstappen. Ja, kijk, How is ook hier. Yo, How. How are you? Ik moet echt kappen met die slechte grappen. Hey Rick, wat doe je hier in het bos? Nou, ik was even op zoek naar een legendarische Pokémon. Op zegt, oh, maar jij voelde het ook zo alsof iets je riep. Misschien was de reden dat Zamazenta en Zacian deze plek gekozen hebben om te slapen, omdat niemand anders hier komt en het hier altijd zo rustig is. Oh, maar ik had nog niet de kans gehad om dit je te vertellen. Gefeliciteerd met je winst, Rickachu. Eerlijk, Rickachu, ik dacht nooit dat jij mijn broer zou verslaan. Oh ja, ja. Jullie hebben vast de vorige aflevering wel gezien. We zijn Pokémon kampioen geworden, jongens. Alsof het niks is. Ik doe Dynamax Cannon. Ik ben benieuwd hoeveel pijn het gaat doen op Charizard. Ik ben heel erg benieuwd. Ga ik hem hiermee al verslaan? Of niet? Oh! Zonder te Dynamaxen! Zonder te Dynamaxen! Hoe doen we dit? Gewoon zonder te Dynamaxen. Wat? Dit is wel een episch einde om Pokémon kampioen te worden. We hebben Liam verslagen en hij zegt, nou, dit was de beste kampioen die Galar ooit had. Dat was onverslagen totdat jij kwam. En ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven, maar echt, u bent geweldig, Rickachu. Zo geweldig dat ik misschien niet eens besefte hoe geweldig je was. Oké, Hop, nu mag je even rustig aan gaan doen met je complimentjes, jongen. Hop vraagt, Rick, ben je klaar voor nog één battle? Oké, Hop, let's go. Hop zegt, laat me de kracht zien waarmee je Lee hebt verslagen. Waar gaat hij mee beginnen? Normal type Pokémon? Dan begin ik dit gevecht met Surfetched. En je hebt je broer verslagen. Nu ben jij aan de beurt. Je bent vast veel sterker geworden. Oké, hij heeft zijn head straight, zag je het? Hij was helemaal ready. En hij begint inderdaad met een normal type Pokémon met Dubwoo. Let's go, Surfetched. Doe Brick Break op zijn bakkes. Oké, hij gaat zichzelf beschermen met Cotton Guard. Daarmee gaat zijn defense heel erg omhoog. Oké, dat is wel een slimme move, als ik heel eerlijk ben. Ga je die nog een keer doen? Of? Oh nee, hij gaat double edge. Oh nee, hij gaat all out. Ah, maar daarmee damage. Die zichzelf, dat is dan weer niet zo slim, denk ik. Want nu kunnen we hem sowieso finishen met Brick Break. Bam! Eerste Pokémon van Hoppy. Down. Wat is de tweede Pokémon? Corviknight. Ja, dat had ik natuurlijk Surfetch'd nog steeds kunnen gebruiken, maar ik wil nu Colossal even gebruiken. Oh, wat een baas, hè. Corviknight is wel een van de vetste Pokémon deze generatie. Sowieso vind ik dit wel een hele mooie generatie, hoor. Er zitten echt genoeg hele vette Pokémon tussen, vind ik. Waarvan Corviknight er sowieso één is en ook, ja, Colossal is ook best wel een baas. Ik vind Orbeedle tof, Surfetch'd. Wooloo is ook vet. Ik vind bijna alle Pokémon deze generatie wel tof. Alleen Milkery vind ik een beetje weird. Zelfs Applin vind
vind ik lachen waarin die evolueert. Dat is zelfs goed gedaan. Ondertussen is hij lekker aan het full restoren. En dan krijg ik nog een steelwingetje op mijn bakkes. Het maakt allemaal niet uit. Corviknight gaat sowieso down. Ook door de Rocky helmet krijgt hij lekker damage. Dus dat is helemaal top. We hebben de tweede Pokémon van Hop down. Oké, dit gaat de goede kant op, jongens. Wie gooi jij als derde eruit? Snorlax. En als jij Snorlax eruit gooit, dan ga ik weer terugschakelen. Weer naar Fighting-type Pokémon Surfetch'd. Daar is die, Snorlax. Hebben jullie trouwens al een Gigantamax Snorlax gevangen, jongens? Die ziet er echt heel vet uit, ja. Maar ja, ik weet niet wat het is met de Snorlax van Hop. Ik verwacht meer van Snorlax. Ik verwacht dat Snorlax toch wel een paar klappies kan hebben. Maar ik sloop zijn Snorlax steeds in één keer. Surfetch'd gaat nu een level omhoog. En ook Grimmsnarl gaat een leveltje omhoog. Level 60 is Grimmsnarl. Nu krijgen we een Cramorant. Dat is een watertype. Dus die is voor Rillaboom. Cramorant vind ik trouwens ook gewoon echt een hele vette Pokémon. Kijk, daar is die. Cramorant kan gewoon Pikachu schieten, hè? Hoe dan? Het is een water-Pokémon, maar blijkbaar ook een ander type. Want mijn drumbeating is niet super effectief. Op deze Pokémon. Is die dan ook een Flying-type Pokémon? Ligt het daaraan? Dat zou best wel eens kunnen. Nou ja, mijn Rillaboom is sowieso te sterk voor Cramorant. Ik weet niet, man. Ik heb wel een aardig teampie volgens mij. Pinchurchin, waarvan ik altijd vergeet welk type die is. En waarbij ik volgens mij altijd ook gewoon mijn Rillaboom laat staan en er dan achter kom dat ik geen super effective moves heb op Pinchurchin. Zoals nu inderdaad. Echt zo'n rare Pokémon. Ik vind dit wel een beetje een gekke Pokémon, hoor. Ik had dus verwacht dat dit inderdaad een evolutie zou zijn van een andere Pokémon. Oh, hij doet Potion Jab. Oh, het is een Poison-type Pokémon. Maar ik vind het net een evolutie van Pyukumuku of zo. Dat had ik logisch gevonden, maar ja, ik weet niet, man. Dit is een beetje een gekke billen-Pokémon. Maar ja, ook die is down. Het gaat hard. Dat gaat keihard. Volgens mij is hij alweer bij zijn laatste Pokémon. En dat is Inteleon. En die vind ik wel tof. Hij is wel super dun. Maar goed, dat maakt voor ons niet uit. Hij doet U-turn. Die is super effective. En hij blijft in de battle. Maar kijk even wat mijn drumbeating gaat doen. Gaan we een one-hit KO'en? Paparazzi. Lekker hoor. Zo, en dan was het. We hebben Hop verslagen. Ja, sorry Hop. Ik kan er niks aan doen. Ik wil die battles nou eenmaal winnen. Ja, en hij baalt wel. Maar hij heeft toch wel een soort van berusting in zich. Er is geen manier hoe ik je ooit kan verslaan. Ik bedoel, jij hebt mijn onverslaanbare broer verslagen. Hey, Sonja is er weer. Die zegt, hey, als het jullie twee weer niet zijn. Ik was al benieuwd waar al dat geluid vandaan kwam. Rikachu, gefeliciteerd dat je Leon hebt verslagen. Dankjewel, Sonja. Dankjewel. En Hop vraagt, Sonja, wat doe je hier? Moet je de professor niet assisteren? En Sonja zegt, Hop, ik ben niet meer de assistent van Gran. Ik ben, ja, professor! Sonja is professor geworden. Super cool. Ze zegt, nou, ik ben nog vergeten om jullie daarvoor te bedanken. Het was een geweldig avontuur. Maar ik heb gewoon heel veel interesse in de historie van Galar. En ik wil nu nog liever zorgen voor de Pokémon dan wat ik ooit van tevoren heb gedaan. Hier, dit is het boek wat ik geschreven heb. Ik heb zelfs een handtekening erin gezet. Het is een collector's item. Dankjewel, Sonja. Super cool. Hop zegt, ik heb mijn eigen kopietje al. Ik heb het gelijk gekocht op de eerste dag dat het uitkwam. Hop is fan. Hop zegt, Sonja en Rikachu, jullie blijven me verbazen. Ik moet toch wel echt goed mijn best gaan doen. En Sonja zegt, wat doen jullie hier eigenlijk? Oh ja, wat doen we hier eigenlijk ook alweer? Nou, we gingen het verroeste zwaard en het verroeste schild terugleggen op hun plek. Maar Sonja zegt, kan je die niet gewoon voor altijd bij je houden? En Hop zegt, ah, ja, dat doen we, dat doen we. Wat zijn we vergeten, Sonja? Sonja zegt, denken jullie nou echt dat jullie nu de besties zijn van Zacian en Zamazenta? En Hop zegt, ja, dat moet het wel zijn. Dat is waarom we voelen dat we hier naartoe geroepen worden. Nou, laten we inderdaad die dingen gewoon lekker terugleggen. En misschien gaan we Zacian en Zamazenta ooit weer zien. Laten we het zwaardje weer terugleggen op de plek waar die hoort. Hop zegt, Zacian, Zamazenta, dankjewel dat jullie ons geholpen hebben. Het heeft even geduurd, maar hier brengen we jullie reliquieën weer veilig terug. Hop en ik, ja, we hebben het inderdaad weer netjes op zijn plek gelegd. Kijk, zo hoort het trouwens. De vorige keer lagen ze zo een beetje op de steen zelf, een beetje weggegooid leek het wel. Maar nu, dit ziet er netjes uit. Heel goed gedaan. En Hop zegt, oké, klaar. Waarom gaan we niet terug. En Hop vraagt aan Sonja wat Sonja gaat doen. Nou, Sonja die wil nog wel even blijven. Die wil nog wat meer onderzoek gaan doen hier in het bos. Maar de Power Spot detector gaat af. Wie zijn dit? In ieder geval, ze zeggen al dat ze zich afvragen waar dat geluid allemaal vandaan kwam. Yo, wie zijn jullie dan? Wat hebben jullie lelijke kapsels? Wel, wel, wel. Is het niet de professor die de boek heeft geschreven Galar, een geschiedenis? Dat is Sonja inderdaad, ja. En ze zeggen, ja, we hebben het boek gelezen van begin tot eind. Ik heb er zelfs een review
review van geschreven voor op het internet. Het boek staat vol met leugens. Ze hebben het 1 ster gegeven. Yo, die gasten hebben haren als een zwaard en een schild. Wat een lelijke kapsels. Jullie zien er niet uit, gek. Sonja zegt, wat? Er staan geen leugens in dat boek. En Hop zegt inderdaad, dat is gewoon onbeschoft. Ik ben Swordward. Wat? En ik ben Shubert. Swordward en Shubert? Jullie hebben niet alleen lelijke kapsels, jullie hebben ook lelijke namen, gek. Wij zijn de nieuwe koningen van Galar. We zijn afstammelingen van de eerste koningen. Meer dan dat, we zijn celebrities, we zijn bekendheden. Nieuwe koningen, afstammelingen, serieus, wat? Gasten. Wel, 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 zijn deze dingen hier het zwaard en het schild? Nou, ze zien er in ieder geval vies uit. Ze moeten wel nep zijn. Ik durf het niet eens aan te raken met mijn blote handen. Oh, wat? Jullie nemen gewoon even dat zwaard en dat schild? Laat het met rust, vriend. Inderdaad, Hop zegt, steel die dingen niet. We hebben ze net teruggebracht. Een soort wat zegt, hou je kop. We hebben alleen maar dingen opgeraapt die op de grond zijn gevallen. Als je daar een probleem mee hebt, bewijs maar waar ze thuis horen dan. En Hop zegt, ja, maar er is geen manier hoe we dat kunnen bewijzen. Zelfs als we dat niet kunnen bewijzen, het is belangrijk voor Zacian en Zemazenta. Soort wordt noemt ons gewoon plebs. Hij zegt, als het echt zo belangrijk is, moeten we dit even met een battle oplossen. Wij, bekendheden, kopen battles voor 2 keer zoveel als dat ze waard zijn. Wat? Sonja vraagt zich heel goed, wat betekent dat? Ik moet tegen Swordward battelen. Wat een gek, joh. Lelijk kapselhoofd. Hij heeft ook gewoon echt een luxury ball. Oké, we hebben allebei een surfetch. Dat is lekker. Dit is een goed begin. Oh, maar wacht even. Ik heb geen eens kans gehad om mijn Pokémon te healen, gek. Yo, dit is niet eerlijk. Je kon me gewoon even overvallen hier. Oké, hij doet Sword Dance. Dat is nice. Daarmee kunnen we hem verslaan. Want wij zijn sneller en we hebben de helft van zijn HP er al afgeslagen in de eerste beurt zonder critical hit. Dus dit gaan we fixen. Lekker surfetch. Bye bye, Surfetch van Swordward. Wat denk jij wel, vriend? Rillaboom en Colossal, allebei naar level 61. Hoppa. Nu, Duo Blade. Ja, dan moet ik eigenlijk, denk ik, toch met Surfetch blijven doen. Oh, of niet? Ja, ik kan Knock-Off gebruiken. Oh, dit was geen goede keuze. Ik kan Knock-Off gebruiken, die is super effective. En het sloopt hem bijna. Ik ben wel bang dat hij me nu gaat slopen. Hij doet Sword Dance. Maar oké. Ik denk dat ik hem misschien toch al ga slopen. Hij is niet zo goed bezig, jongen. Ik had meer verwacht van je met je grote bakkers, vriend. Wat doet deze gast stoer, joh? Oké, Golisopod is water, dacht ik. Ik ga eens even proberen om Toxtricity in te zetten, jongens. Niet Rillaboom, maar Toxtricity. Daar is die Golisopod. Hij heeft allemaal Luxury Balls. Tuurlijk, jongen. Doe maar stoer met je Luxury Balls. Pak hem, Toxtricity. Hoppakee. Dit gaat keihard, jongens. Oké, Bisharp is Fighting en Steel. Laten we dit doen met Golossal dan. Golossal is wel echt gigantisch langzaam, jongens. Hij heeft nog steeds maar 55 op snelheid. Dus ik ga sowieso een klap krijgen. Ja, dat is misschien niet de meest handige keus dan. Best kans dat ik deze nu ga verliezen. Hij doet Stonehenge. Oh, oké. Dat is een... Ja, dat is wel een fighting attack. Heatcrash. Maak hem kapot. Oh, hij heeft nog 1 HP'tje over. Weet je wat? Ik zet gewoon de Pokémon der Pokémon in. Ik zet gewoon Eternatus in. Zoek het lekker uit met je Bisharp. Kom dan tegen mijn Eternatus. Doe maar Stonehenge. Oh, oké. Stonehenge doet best wel pijn. Oh, maar het is ook critical hit. Vandaar. Hier, komt hij. Een flamethrower voor 3 HP. Doei, Bisharp. Mazzel. Oh, en dat was het al. Ik dacht dat hij nog een Pokémon had, maar het is al klaar. Je zit stoer te doen tegen mij, Swordward. Maar wat kom je nou eigenlijk doen? Je hebt geen 1 van mijn Pokémon kunnen slopen, Matty. Ga maar gewoon weer naar je kingdom, naar je koninkrijkie. Dag. Oh, hij maakt even een boze buiging. En we hebben inderdaad het verroeste zwaard weer gekregen. Hij zegt, op een of andere manier heb je mijn schattige Pokémon toch kunnen verslaan. Je bent wel sterk. Maar mijn jonge broer was wel victorieus. Oh nee, Hop, heb je verloren? Oh, Hoppie, nee. Shubert zegt, ja, je was je ook voor helemaal niet aan het concentreren tijdens onze battle. En Shubert zegt, hé, broer, is het niet degene die Eternatus heeft gestopt? Hé, ja, ik heb net mijn Eternatus gebruikt. Duh. Nu dat ik beter kijk, geloof ik van wel. Gast, ik heb net mijn Eternatus gebruikt op je bakkes. Jonge, jonge man. Wat een gast is dit, joh. Nou, volgens zijn bronnen, de bronnen van Shubert, denk ik ook dat hij er was toen de muur kapot werd gemaakt die onze voorvaderen jaren geleden hadden gemaakt. Gast, dat was ik niet eens. Dat was BD.
Tjongejonge. Je moet de schuld geven hiervan. Dat heb ik niet gedaan. Oh, jullie gaan er nu vandoor. Oké, later. Maar geef dat schild terug, vriend. Sonja zegt, ja, Hop is weer weggerend. Gelukkig ben jij nog kalm, Rick. Het verrast me wel dat Hop verloren heeft van iemand zoals hij. Hop zag er niet goed uit tijdens de battle. Hij was een beetje rusteloos. Misschien had dat er iets mee te maken. Zijn eigen rivaal is de nieuwe kampioen geworden. En zijn doel verdween als sneeuw voor zijn ogen. Oh nee, niet als sneeuw voor zijn ogen. Als sneeuw voor de zon. Je moet wel even goed Nederlands, Rick. Sonja zegt, anyway, Swordward en Shubert. Ik denk dat ik weet waar die twee weirdos naartoe zijn gegaan. Zullen we naar Wedgehurst gaan? Yes, laten we naar Wedgehurst gaan. Let's go, Sonja. Sonja gaat terug naar de lab. Zo, daar kwamen we even voor een behoorlijke verrassing te staan tijdens deze aflevering. Swordward en Shubert, wat een nerd. Ondanks deze nerds wil ik toch aan jullie vragen om even een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal, want ik wil die 25.000 abonnees halen. Ik wil die kwart YouTube play button. Dus, abonneer, like en wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickitu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!